De brandweer heeft vanmorgen in de binnenstad flyers uitgedeeld als onderdeel van de bewustwordingscampagne met betrekking tot het afschieten van vuurwerk. Reporter Sifra Goudland maakte het volgend verslag. Wat u achter mij ziet zijn de bikers unit van het Korps Brandweer Suriname. Het Korps Brandweer Suriname is al sinds vorig maand begonnen om voorlichting te geven voor het gebruik van vuurwerk. En zij hebben besloten om ook in de binnenstad te komen om ook de stadgangers beter te informeren over het gebruik van vuurwerk, welke type vuurwerk er is. En daarbij hebben ze dan ook flyers uitgedeeld. De bikers unit is een additioneel sectie van de brandweer. En wij hebben dan gesproken met de mensen van de voorlichting. En zij gaan ons allemaal vertellen wat zij specifiek allemaal gaan doen. Korps Brandweer Suriname is vandaag hier om wat voorlichting te geven wat betreft vuurwerk. Want iedereen weet dat vuurwerkperiode, afschietperiode nadert. Dus we zijn hier bezig met wat vuurwerk samen met onze bikers. We zouden eigenlijk vandaag hier zijn voor een show. Om een show weg te geven samen met bikers, onze exercitiegroep SEBE. En ook een Korps Politie Suriname. Kapelgroep van Korps Politie Suriname, maar het gaat niet door vanwege onze COVID-situatie. Dus daar zijn we alleen gekomen met de bikers en hun gaan een show weggeven. De brandweer geeft elk jaar voorlichting aan de samenleving om te proberen het aantal vuurwerkslachtoffers te minimaliseren. In zowel 2018 als 2019 zijn er steeds 10 vuurwerkslachtoffers genoteerd. Volgens brandweervoorlichter Safira Richters is elk vuurwerkslachtoffer er één te veel. Zij geeft verder aan wat de brandweer dit jaar zal doen aan voorlichting. We zullen extra surveillance zijn. Er zullen extra mensen ingezet worden in de verschillende woonwijken. We gaan extra actief zijn. We gaan met onze megafoon bezig zijn in de verschillende woonwijken. Ook met onze biker unit. Dus dat is het zo een beetje voorlichting geven, vuurwerkvoorlichting. En weet u toevallig hoeveel containers vuurwerk er zijn geïmporteerd? Momenteel hebben we 41 containers. Weet u toevallig als er illegaal vuurwerk het land binnen is gekomen? Er zijn geen illegaal vuurwerk binnengekomen. Safira Richters, brandweervoorlichter. Onze reporter Sifra Goudland sprak haar vanmorgen voor Hotel Krasnopolski, waar de brandweer vuurwerkvoorlichting gaf aan stadbezoekers. De periode voor het afsteken van vuurwerk is van 27 december tot 2 januari.